De titel van mijn column is 'Opstandig'. De maand van de geschiedenis staat dit jaar in het hele land in het teken van opstand. Daarom is in oktober in het huis van de Nijmeegse geschiedenis de tentoonstelling 'De opstandige Nijmegenaar' te zien. Deze twee woorden kunnen bijna als een tautologie beschouwd worden, want Nijmegen scoort hoog als het gaat om steden met een anarchistisch karakter. Hubert Bruls heeft dit zelf ooit gezegd in zijn nieuwjaarstoespraak, dus moet het wel waar zijn. Over de opstandige Nijmegenaar valt dus wel een tentoonstelling te maken. Ik zie er nu al naar uit. Ik heb eind 60er, begin 70er jaren in Nijmegen gestudeerd. Dat kan toch wel een opstandige periode genoemd worden. En gedurende mijn werkzaam leven in de stadsvernieuwingswijken was protest, schering en inslag. Meest memorabel was het paard dat door verontruste bewoners van de Wolleskuil het stadhuis was binnengebracht om te protesteren tegen bezuinigingen op het welzijnswerk. En vaak komt protest tegen van alles en nog wat als onderwerp in mijn columns aan de orde. De laatste lood aan de proteststam zijn inwoners van Lent die bezwaar maken tegen het voornemen om drijvende villa's in de Lentse plas te realiseren. Het zal weer eens niet waar zijn. Een jaar geleden schreef ik een enthousiaste column over het besluit van het College van Nijmegen om waterwonen in de Lentse Plas mogelijk te maken. En dan geen woonboten zoals in het Maaswaalkanaal of in het Meertje. Nee, echte drijvende huizen met een hoogwaardige architectuur. Mijn oproep aan de gemeente om een actieve waterpolitiek te gaan voeren wordt werkelijkheid. Maar ja. Lentenaren zijn ook nijmegenaren, dus opstandig. Als er drijvende villa's gaan komen, is er minder water om te zwemmen voor ons. En de bewoners van die drijvende huizen moeten hun auto natuurlijk ook ergens kwijt en het is al zo'n parkeerpuinhoop in de zomer met al die zwemmers. Dat die parkeerpuinhoop vooral door bewoners van de Waalsprong wordt veroorzaakt, wordt door de Lentse bezwaarmakers gemakshalve maar even over het hoofd gezien. Het is me wat. De bezwaarmakers uit Lent hebben jarenlang moeten wachten op hun woning in de Waalsprong, omdat er allerlei bezwaren liepen tegen de plannen. Nu wonen ze er eindelijk en gaan ze zelf bezwaar maken tegen potentiële nieuwe bewoners. Een bekend verschijnsel in Nijmegen. De bewoners van Park Magriet zijn daar ook een voorbeeld van. Hadden jarenlang moeten wachten op hun appartement omdat buurtbewoners alle juridische middelen uit de kast haalden om de bouwplannen te trainen. De verhuisdozen van een aantal nieuwe bewoners waren in hun nieuwe appartement nog niet uitgepakt, of ze gingen bezwaar maken tegen de geluidsoverlast van spelende kinderen op de speelplaats van de naastgelegen basisschool, die er al jaren staat. Een paard in het stadhuis als protest tegen gemeentelijke bezuinigingen op het welzijnswerk. Vind ik een te verdedigen opstandige actie. Protesteren tegen drijvende villa's en geluidsoverlast van spelende kinderen is onverdraagzaamheid. Daar word ik opstandig van.